Vandaag in Orlando en Glen. Nee, ik zwijg. Ik ga het niet zeggen. Ja, dat is niks voor u. Nee, dat is niks voor mij. Ja, dat mag toch. Zo, home sweet home en carpe diem en... Home is where the heart is. Ja. Zeg, en wilt u een derrière zo eens niet presenteren? Ja, moet die hond toch... Dat beest vergat van dust. Oh, de vriendjes, Salle. De vriendjes hier. Hé, hey, kleine vriend. Gaat Zwakke mee wandelen? Gaat Zwakke mee wandelen? Gaat Lucky mee wandelen? Ja? Moet hij zijn riemken aan? Hoe fijn is dat we nog eens met hondjes kunnen wandelen? Ja, dat is echt. Wie pakt jij? Ik zal Lucky pakken. Op wandel met onze twee gasten hier bij ons in Spanje. Zwakke en Lucky. Dat is all-inclusive, hè? Die hebben echt all-inclusive hier. Dit is entertainment nu? Het entertainmentprogramma van de dag. We kunnen het wel heel goed met elkaar vinden. Ja, dat is wel gelukkig. Anders had ik het niet gedaan. Nee. Als je constant scheidsrechter moet spelen. Nee. Dat is voor niemand fijn, hè? Nee, en toen ze Lucky brachten, was het eigenlijk ook eerst een soort van proef. Namiddagske. Ja. Maar dat ging zo goed. Ze slapen samen, ze spelen samen. Het is daarmee. Ze delen zelfs hun snoepjes. Ja. Dus dat is dik in orde. Ja. Het is al een hele tijd geleden dat we zo'n walking video hebben gedaan. Dat was toen met een Q&A. En we kregen toen zoveel leuke reacties van jullie, dat jullie dat fijn vonden. Om hier ook de omgeving eens te kunnen zien. Dat we dachten nu met die honden. Nog wel eens leuk om een wandelvideo te maken. En laat ons eerlijk zijn, dat doet ons ook wel weer deugd. Nadat we terug zijn van Disney in Parijs, Frankrijk. Terug hier zo de Spaanse lucht. Ja, en het is... rust. Vannacht heeft het weer geregend. Ja. Oei. Hoesten. Af en toe moeten we stoppen, hè. Ja. De hondjes hebben soms snuffelmomentjes nodig. En het zijn mannetjes, hè. Dus die... Pissen tegen elke struik. Zijn we terug vertrokken, mannen? Voor toch 2 meter. Ja, en ook wat onweer was het, hè? Ja. Maar daarmee dat het goed is dat... dat het... De weg is niet warm, hè? En het is ook nu wel een beetje licht bewolkt. Dus het is ideaal om nu te wandelen. Want anders is het te warm voor de pootjes, hè? Ja, het is echt ideaal voor de honden nu. Op het asfalt. Maar nu is het, ja, nu is het cool, want ik heb gevoeld... Het is gewoon koud, dus... Top. Allee, kom. Hup. Zo gaan we er niet geraken aan dit tempo. We komen voor de rust, maar er moet toch een beetje tempo in zitten. Ja. Animatieteam, hé. Ja. We zullen het trouwens vrijdag nog wel eens herhalen. Maar vandaag ga ik het toch ook zeggen. Je hebt het toch in uw agenda staan, hè? We kunnen het niet genoeg herhalen. Ik vind het ook. Grote nieuws. Ja, we gaan het dus... nu nog niet zeggen, maar we gaan het wel zondag zeggen. Ah, yes. Tijdens de live, hè. Zondag gaan we live hier op YouTube en gaan we eindelijk ons grote geheim onthullen. En ik weet zeker waarom doen we dat live. Er gaan zoveel vragen komen, dus dan kunnen we die direct beantwoorden, hè. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk zelf een beetje zenuwachtig voor ben. Maar het is zo'n zenuwachtigheid uit enthousiasme en nieuwsgierigheid naar de reacties van jullie. Het gaat, denk ik, inslaan als een bom. Ik denk dat ook. Een tijdje terug heeft er eens iemand gereageerd. Volgens mij is dat grote geheim een storm in een glas water. Zeggen ze dat zo? Of zo, ja. Dat wil zeggen dat, dat we het aan het opkloppen zijn. Ja. Zonder dat het eigenlijk echt iets is. Hè? Ja, dat het misschien zou kunnen tegenvallen dan. Ah ja, zo, ja. Ja. Ja, maar ja. Goed, dat kan altijd, hè. Dat kan, maar ik denk dat niet. Nee, ik denk dat ook niet. Het is maar, echt iets groots. Ja, het is zo. Dus ja, we zijn jullie nu al zo lang aan het warm maken. We gaan het nu natuurlijk niet vertellen. Het zal voor zondag zijn, maar zorg dat je erbij bent om 2 uur. Ja, ja. Dat vind ik ook. Het zal... Ja, ik kan niet meer, ook niet meer zeggen. Ja, ja, het moet. We kunnen alleen maar zorgen
of er proberen voor te zorgen dat jullie er live bij zijn. Want als je het uitgesteld kijkt, gaat natuurlijk ook. Ja, gaat ook. Maar ja, dan zit je zit toch met vragen. Ja. En die kun je dan niet meer stellen. Dus ja, be there. Be there. En ik denk ook, ik wil daar misschien ook al aan toevoegen, dat jullie nu misschien... Allee, we zijn nu net van Disney terug. Dit is nu de tweede video vanuit Spanje weer. Maar ja, we hebben nog maar heel weinig gedeeld over wat er de komende maanden gaat gebeuren hier op ons kanaal. Maar dat heeft ook te maken met dat geheim. Want het zou wel eens heel snel ook weer anders kunnen worden of zo. Wat? Dus, ja, wat kan anders worden? Ja, ja, hoe moet ik dat nu zeggen zonder veel te verklappen? Ik wil vooral zeggen dat we in de aankomende vlogs, ook na de live, dat er echt nog wel leuke dingen gaan gebeuren. Ja. 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 Dus ja, stay tuned, hè. Stay tuned. We kunnen misschien tijdens de live ook agenda blootleggen. Ja, dat is een goed idee. Dat vind ik een goed idee. Zondag kunnen we alles delen. Alles? Ja, toch al heel veel, hè? Heel veel. Heel veel. Heel veel. Ja. Heel veel. En de agenda kunnen we zeker delen. Ja. Ja. Tot de komende maanden toe. Ja. Ja. Dus ja. Plezant. Ja. Ja. Zo leuk. Nu weten de mensen wel, zit er gewoon bij. We gaan het niet nog eens zeggen vandaag. Ik denk dat mensen ook echt denken van, oh, die kunnen rond de pot draaien, die twee. Ja, maar ja, dat is omdat het naar de live moet zijn, hè. Maar ja. We zijn naar de live aan het toewerken, dus... Maar beloof, ik ga het niet meer zeggen vandaag. Nee, oké, dat is goed. We gaan terug in zen-modus en genieten van de Spaanse natuur. En over de Spaanse natuur gesproken, het is ontzettend warm voor de tijd van het jaar hier in Spanje. Vandaag is het net iets minder met die wolken en de regen die we gehad hebben. Het is 22 graden vandaag. Maar de voorbije dagen is het hier echt naar de 30 graden gegaan. En dat is ook hier voor deze tijd van het jaar best wel hoog. En het gaat nog warm blijven een tijdje. Dus. En wat nadeel is nu wel, is dat natuurlijk nu in deze periode... Oh, u zei in deze periode. In deze periode heb je natuurlijk een beetje zoals de Belgisch-Nederlandse zomer. Als het dan overdag warm is geweest, heb je dan nu wel meer kans op onweer. Dat heb je in de zomer niet. Als het dan 40 is, ja, dan blijft het gewoon stabiel. Ja. Terwijl nu is het met warm weer ook wat onstabieler. Daarmee hebben we gisteren ook onweer hebben gehad. En je voelt dat ook zo, vind ik, s'avonds. Het is zo echt... Ja, sorry, we zitten in de knop met die honden. Ja. Het is zo s'avonds ook echt warm. Als je buiten komt, dat is zo precies nog een zomeravond. Ja, en we hebben geluk gehad gisteren, want er heeft heel de dag zo Sahara-zand weer in de lucht gehangen. Mm-hmm. En het was gelukkig weg toen dat het onweer kwam. En anders hadden we weer oranje dings overal. Ja, er is wel wat zand geregend, maar inderdaad niet, gelukkig niet. Niet extreem, nee. Nee, gelukkig. Hier gewoon langs de weg. De granaatappels die hier groeien. Maar ik denk dat ze eigenlijk al voorbij hun tijd zijn. Ze zijn ook allemaal al opengeprikt. Dus ik denk dat de vogeltjes er al van genoten hebben. Dat is hier zo september, denk ik, is hier de maand dat de granaatappels echt rijp aan de struiken hangen. Dat is hier zo'n mini-klein dorpje, vlak aan waar wij wonen. Ik weet het niet, hier staan misschien 10 huizen. Maar eigenlijk zo mooi en zo rustig hier altijd. Hier wonen mensen. Ik denk zelfs permanent, want dikwijls zie ik hier ook mensen echt werken in de tuin. Nu is er niemand niet. Maar wel heel vredevol. Daar staat hem, met de twee doggies. Het is een poten aan poetsen. Als hij gepist heeft, doet hij altijd met zijn poten achteruit. Ja, inderdaad. Dat zou hem beter doen als hij thuis binnen zou gaan. Ja. Dan doet hij dat niet op de mat. Nee. Ik weet niet of het goed te zien is op beeld allemaal, maar hier zijn de blaadjes nog nat. De regendruppels liggen er nog op. Hier staat een prachtige boom achter ook. Bij zo'n bomen denk ik altijd van... Hoe lang sta je daar toch al? Ongelooflijk, hè? Zo mooi. Ah, hier hangen nog heel, inderdaad. Orlando zei net, deze zijn nog heel. Hebben? Is dat lekker? Tuurlijk.
Is dat te eten? Ja, ik weet niet of ze rijp zijn. Ja, deze is nog vrij groen. Ja, maar hier is het precies een worm in. Kijk dat gaatje. Ja, dat gaan we niet doen. Ik weet ook niet of dat te riskeren valt. Ik durf dat niet. Nee? Ik denk wel dat het kan. Ja. Maar ik durf het ook niet. Weet je wat we doen? Ik gooi hem op de grond en we laten het aan de vogeltjes. Ah ja. Die hebben misschien honger. Er is alleen hem direct geïnteresseerd. Ja, dat is geen vogel. Maar trouwens, voor de geïnteresseerden. Dit huisje staat te koop, zie ik nu. C'est Wendy. Ziet er mooi uit. Ik zal het telefoonnummer tonen. Misschien ben je geïnteresseerd, dat kan, hè. Dan heb je meteen het telefoonnummer. Zet maar op pauze en dan heb je het. Dit is uw uitzicht als je hier komt wonen. Ik had het ook al aan jullie gevraagd voor we naar Disney gingen. Wat voor type van content jullie graag zouden zien. En veel mensen hadden gereageerd dat ze ook wel graag de rust van Disney wilden ervaren. Ik weet niet of we dat heel goed hebben kunnen overbrengen, omdat we zo zelf ook mega enthousiast waren en alles wilden tonen. Maar rust toelaten is zo belangrijk voor ons allemaal. Stilte. Vandaar ook dat ik deze video vandaag echt wou maken. We zitten in een vrij turbulente fase in ons leven. En dagen als vandaag vind ik heel belangrijk om dat echt te kunnen loslaten, even te parkeren en stilte toe te laten. Dus ik nodig jullie uit om daar ook mee van te genieten. En vriendjes, gaat het nog? Tong hangt al op 6:30. Ja, ze hijgen wel, maar zo warm is het niet. Dus nee. We gaan ook niet super ver wandelen. Het gaat precies beter nu jij ze allebei vast hebt. Ik denk ook dat het gemakkelijker is ook met de camera. Ja, nu heb ik ook. Ik heb mijn handen vrij en je hebt meer controle over die twee. Ja. Hoe noem je dat? Leibanden. Hè. Leibanden. Leidingen, wou ik zeggen. Leidingen liggen in de grond. Ik ben trouwens ook een klein beetje aan het spelen met de instellingen van de camera. Dus misschien merk je dat wel, dat de kleuren wat anders zijn dan anders. Ik zie het precies al wel hier, terwijl ik het aan het opnemen ben. Dus laat het me zeker eens weten of het u ook opvalt. Er is altijd ruimte voor verbeteringen. Het zijn echt twee schatten. En zalig om in huis te hebben. Oh, ik heb er al zo van genoten. Ze komen ook alle twee zo 's avonds mee in de zetel liggen. En ze komen echt zo... Ja, ze willen geaaid worden en ja, ze willen genieten. Als er een auto aankomt, dan gaat je het toch zeggen. Want ik zie niks. Ah ja. Ik loop achteruit. Maar ik denk dat jij het moet zeggen, want van die auto gaat het niet moeten vrezen die daar zo afkomen. Hè? Nee. Ik moet vrezen. We hebben eigenlijk in de vorige vlog, of eigenlijk in het algemeen, niet echt... een review gedaan over Disney Parijs. Is er nog iets wat je daarover kwijt wilt? Dat het heel goed was. Ik vond het hotel in Disneyland Sequoia Lodge ook heel goed. Ja. Ik had niet het gevoel dat het gerenoveerd moest worden, eerlijk gezegd. Want ik vond dat het een beetje wel bij die stijl past. Het kan altijd mooier, chiquer, beter, nieuwer. Maar als je me zegt van... Ja, dat heb ik ook denk in de vorige vlog gezegd. Van, als je me vraagt, moet dat gerenoveerd worden, zou ik zeggen nee. Nee. Nee, ik vond het niet afgeleefd. Nee. En hoe vond je het? Vond je het druk? Ja, ik vond het wel druk. Maar weet je wat ook is? Door al die werken en die, ik zal zeggen, platen, hoe noemt dat, afscheidingen. Ja, de muren die omhoog stonden, ja, de muren. Af te schermen waar ze aan het werken zijn. Hebben natuurlijk ook wel mensen moeten... De paden worden smaller en zo, hè? Ja, dat klopt. Dus dan heb je denk ik wel sowieso meer dat gevoel. Ja. Maar ik heb nooit gedacht van... Oh my god, zie me hier lopen tussen die meute. Nee. Nee. Alleen toen, maar ik denk niet dat dat gefilmd is, dat weet ik niet. Toen we naar de dingen, naar de avondshow gingen kijken... Ja, dan troept natuurlijk iedereen samen voor het kasteel. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk wel echt... En dat vond ik minder fijn. Dan staan ze echt tegen elkaar in de lucht te kijken. Ja. Maar dat is het enige moment dat ik dacht, woe, nu is het druk hier. Dat
hebben we inderdaad ook niet gefilmd, want dat was gewoon niet te doen. Was niet te doen? En die beelden staan overal op internet. Ja. Als je de show graag wilt zien, s'avonds aan het kasteel. En we hadden het toch niet mogen uitzenden, want dan hadden ze gezegd met die muziek... Copyright claims. Dus ja. Ja, er zijn genoeg inderdaad filmpjes. Mensen die dat gewoon niet erg vinden om die copyright te hebben. Hè. En met de auto gaan, aanrader? Ja, ik vind dat wel. Het is misschien een moeilijke om te zeggen, omdat heel veel mensen natuurlijk van Vlaanderen en van Nederland komen. Maar dat is sowieso korter. Maar ik vond dat heel gezellig. Ja, mensen die hier wonen, is het zeker te doen, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Ik vond dat echt wel... Als je het zo doet... Nu, iedere goesting is natuurlijk anders, maar ook dat wij het gedaan hebben, ik vond het heel chill. En genoeg proviant mee voor onderweg. Het was nog gezellig. Ik vond dat gezellig. En het was inderdaad... Vanaf het moment dat je die splitsing moet maken naar die... Ja, is dat de A7? Ik weet het niet hoe het noemt in Frankrijk. Zo kalm. Ah ja, in Montpellier. Van Montpellier, inderdaad. En zo richting Parijs. Ja. Zo kalm. En mooi. Heel mooi. Prachtige rit. Ja. Dus, nee, want ik heb altijd stress in een auto. En ik was er bang voor. Maar ik heb meer stress gehad eigenlijk hier Barcelona. Ja. Dat stuk als de rest. Zeg, en liever dan toch nog met de trein? Ja. Ja. Blijft wel natuurlijk nog relaxter. Ja. Je kunt je ogen dicht doen, want ik doe mijn ogen ook niet dicht, hè. Ik kan ik ook niet, hè. Hoe moe ik ook ben, solidair en ook gewoon van de stress, doe ik mijn ogen niet dicht. Terwijl als je met de trein, dan kun je alles tukken. Ja, dat is waar. En dat is dan toch nog relaxter en gezelliger, vind ik dan, als met een auto. Ja, oké. Okay. Maar ja, je moet kijken naar de prijzen. Hè. Als je, ja. We kregen het ook niet meer gepland, we waren eigenlijk te laat met die beslissing te nemen. Ja. Omdat het met een overnachting moest. Ja, het is dat. En dat redden we niet. Nee, ik vond dat ook. En als je dan bekeek hoeveel geld... En we zeiden van... Ik denk, het was ook veel, €700. Ja, ja, ja. Ja, hè? Zonder dat hotel dan. Zonder dat hotel. Dus dan vond ik dat wel een beetje overdreven. Het was bijna even duur als Disneyland. Ja, dat is waar. En ja, dan vind ik wel... doe rustig. Maak lekker eten. Gezellig in de auto, op je tempo, geen druk achterzetten. En dan, al stop je om de 2 uur, hè? Dat maakt niet uit. Nee. Lekker eten, tasje koffie. Op 15 uur waren we daar, inclusief stops. Ja, ah, ja, dat is juist. Ik persoonlijk vond dat goed te doen op 1 dag. Je zit moe, uiteraard. Mm-hmm. Maar ja, na 15 uur kruipt ook gewoon je bed in, je slaapt goed en het is in orde. Hè? Ja, het is daarmee. Maar dus ja, ik vond het zeker een aanrader zo. Ja. Okay. Blij dat we er nog eens geweest zijn. Hè? Oh, ja. Deugd. Na zoveel... 6 jaar, zeg ik? Nee, ja, meer. Misschien 7. Ja. Ja, ja, het was echt veel te lang geleden. Maar ja. Kijk, de wereld heeft er ook anders beslist. Hè? Zo is het. En wij ook. Hè? Een rustige break in het midden van jullie week. Ik hoop dat jullie genieten van deze vlog. Want mij doet het wel heel erg veel deugd. De energie van de natuur. Fijn met Orlando. En die handjes daarbij. En dan een mooi video kunnen maken voor jullie. Heerlijk. Ze kennen het nog niet. Nee, hier is het. Hier moeten we in. Kom. We zijn weer bijna thuis. Ja. Kom maar. Kom. En we zijn weer op vertrouwd terrein. Wat ik trouwens ook vind. Ja? Ik vind dat die amandelbomen nog zo groen zijn. Ja, dat vind ik ook. Dat is hier toch nog totaal niet herfst. Weet je wat ik vind? Dat komt door die regen. We hebben de afgelopen weken zoveel regen gehad voor hier. Ja. Ik vind dat echt... En hoge temperaturen daarbij. Ja. Want het onkruid schiet als gek uit de grond. Nooit. Vorig jaar was dat echt niet. En de bomen blijven groeien. Ja. Klopt. Of zoals ik van Orlando nooit mag zeggen... Home is where the heart is. Oh, zitten we daar met uw spreuken? Oh, dat kan die je niet leiden als ik dat zeg. Nee, ik vind dat echt zo... Nee, ik ga niemand schofferen. Want... Dat is toch lief? Die spreuken allemaal in huis. Nee, ik zwijg. Ik ga het niet zeggen. Ja, dat is niks voor u. Nee, dat is niks voor mij. Ja, dat mag toch. Zo, home sweet home en carpe diem en... Home is where the heart is. Oh.
Allee, gaat men naar elke snuisterijwinkel en gaat maar een hart kopen waar dat op staat. Dat kun je in de keuken hangen. Oh, nee. Ja. Oeh, ik wou juist zeggen, daarmee dat ik dat nooit niet graag zeg, zo in de vlog. Want ik weet dat dat... Heel veel mensen zien dat wel graag en dat is helemaal oké, maar inderdaad, don't shoot me, is gewoon mijn ding. Zo is het. Dus je moet echt doen wat je zelf wilt. En de doggies zullen ook... Ah ja, wou je nog iets zeggen? Ja, ik moet het altijd van die dingen zeggen van u. Wow, dat is nu waar. Ja. Ik lok uw reacties uit, want mensen willen uw reacties zien. Ja. Zeg, en wilt u een derrière zo eens niet presenteren? Ja, moet die hond toch... Dat beest vergat van dust. Die hond denken ook, ik ben toch ook geen Spaanse windhond? Nee. Ik ben hier niet geboren. Dat Spanje allemaal van die baasjes hier. Dat doet goed, hè. Ja, Lucky. Ja, Lucky. Flink gewandeld, hoor. Ja, hè. Heel flink iedereen. Zeg, en moeten ze nu een snoepeke? Dat noemt niet snoepeke bij zwakken. Shakeske. Shakeske. Moet hij een shakeske? Shakeske, flinke jongen? Hij lekt al. Ja, een kuspot. Kom. Maar heeft zijn riempje nog aan? Moet dat ook niet uit? Ja, eerst Shakeske. Shakeske. Shakeske, flinke jongen. Kijk, hè. Shakeske, flinke jongen. Oh. Shakeske, flinke jongen. Moeken heeft het allemaal mooi verpakt voor elke... ja, hoe zeg je dat? Voor elke... Beloning. Ja. Naar het toiletje, als hij flink heeft gegeten. Wat komt nou, hè? Ja, zeg. Kan ik het niet aan doen, dat moederke dat... Die, ja, is niet goed. Nee. Ook niet. Je test u. Ik heb nog een paar, hè. Nog een paar ander. Ja, die is goed. Hij is vertrokken. Een luckietje. Die heeft er net één op. Okay. Ja, die heeft al één op. Maar ja, goed. Ik ga nog één kleintje breken door twee, dan kunnen ze zo nog delen. Kijk. Kunnen ze bekomen, hè. Flinke inspanningen hier. Dat is de ontspanning na inspanning module. En moet jij ook nog iets lekkers nu? Water moet ik, want het is toch weer warm geworden. Oh, het is ook zo warm. Het zweet breekt me uit hier. En weet je wat erger is? Wat? Het onkruid roept. Oh, zit je daar nu nog mee bezig? Dat houdt niet op. Mijn god. Dat ging hier toch een rustige vlog worden. Je moet van die dingen niet vragen aan mij. Van die want dan krijg je die reacties. Als je een rustige vlog wilt, moet je alleen maar zendingen doen. Blijf kalm. Adem en vragen. In. Adem in. Hou hem vast. Hij spiet, valk. Ik doe het neer als ik nog lang moet inhouden. Drink water. Toch niet uit die hondenbak hier. Ik kan toch moeilijk hier water drinken? Je hebt wel niet zo'n hoge tafel, maar dat is toch gemakkelijk. Alsjeblieft. Ontspanning na inspanning. Module. Dit is trouwens altijd de hoek waar we ook live gaan. Hè? Maar zondag niet, hoor. Dan is het ergens anders. En ik mocht er niks meer van zeggen. Je mocht er niks meer van zeggen, je kunt het niet laten. Dat is net zoals altijd dat geheim. Zoveel weken aan een stuk. Oh, mooi maken. Die vindt dat heel fijn. Kijk. Ja, die geniet ervan. Heel dingen haar eruit. Kijk, en als ik stop... Die wordt nog. En de pootjes. Kijk. Maar ga zitten, dat is gemakkelijker. Zit. Pootje, ja. Pootje mooi maken, hè. Moeten we zwakken nog een beetje mooi maken. Deze pootje. Amai, amai. Goed zo. Maar ik denk misschien dat hij daarna weet... Shakeske flinke jongen. Ah, dat zal het zijn, hè. Daarna Shakeske flinke jongen. Ja, hè. Ja. We moeten hem straks weer afgeven. Ja, zwakken. Dat is zo, hè. Dat is zo in het leven. Zwakken gaat straks terug naar huis. En Luckietje blijft nog een paar dagen bij ons. Ja, ja, inderdaad. Deze hier, die blijft nog. Ja, hè. De mammy is in België, hè. Ja, de mammy is in België. Volgende keer in Orlando en Glen. Ik heb zelfs zo last in mijn maag al. We gaan daar niet te lang over zeveren. Ze moeten gewoon kijken zondag en dan is het zover. En dan is het van de baan. Hij heeft gelijk. Kom, ik ga naar de winkel.